ga je in deze video een ademkanon leren. In de vorige video heb ik je uitgelegd waarom de ademhaling belangrijk is bij het zingen. We willen namelijk graag een lage en ontspannen, maar ook automatische inademing. Nou, deze oefening zorgt ervoor dat je snel en effectief kunt voelen waar de adembeweging moet zitten en activeert de ademhalingsspieren. We gaan eerst even losvoelen waar die adembeweging ook weer moet zitten. Leg je hand op je buik en doe even alsof je een kat wegjaagt. Kst, kst. Als het goed is, voel je dat je buik loslaat op de letter T en dat de lucht vanzelf weer naar binnen stroomt. We doen het nog eens. Kst, kst. We gaan het wat uitbreiden. We doen een soort van echo-spel. Ik doe wat geluiden voor en jij doet me weer na. Nu kun je goed voelen waar de beweging ook alweer zit van de ademhaling die we gebruiken bij het zingen. We gaan nu de ademkanon leren. Een kanon is een lied of oefening die je met meerdere personen of groepen kunt doen, waarbij je allemaal op een ander moment start en dus eigenlijk door elkaar heen zingt. Een bekend voorbeeld is Vader Jacob. Nou, deze ademkanon die ik jullie ga leren is ook een hele leuke oefening om te doen met de klas, om op een speelse manier de lage ademhaling te oefenen met de kinderen. Ik doe hem eerst een keertje voor. Nu gaan we samen oefenen. Ik doe een gedeelte voor en daarna doe jij mij na. Regel 1. Nog een keer. Regel 2. Ook deze nog een keer. En de laatste regel. Ook die doen we nog een keer. Nu gaan we proberen om de drie zinnen achter elkaar te plakken. We doen het geheel twee keer. Ik tel eerst vier tellen vooraf en dan beginnen we. 1, 2, 3, 4. Heel goed. Je voelt waarschijnlijk de adembeweging al in je buik. Heb je hem onder de knie? Zo niet, spoel even terug en oefen opnieuw. Zo ja, dan gaan we hem nu in kanon doen. Zing mee met de eerste partij. We doen het weer twee keer achter elkaar. Daar gaan we. Ging dat goed? Doe dan nu mee met partij 2 of 3. Veel plezier!